wat goed. Nou, een geheime tip om te leren waar welke tonen op de hals zitten. Ja. Ralf, jij bent VIP. Je zit het overal bij. Dan raad ik je aan om te kijken in de cursus Wegwijs op je gitaar. Daar zit een training in om die tonen te leren op je hals. En op de gitaarhals. En eerder in de cursus muziek lezen. Ik weet niet precies welke les het is. Maar dat is een stukje van een nieuw boek wat ik aan het schrijven ben. Maar in de cursus muziek lezen hebben we dat ook gedaan. Al die tonen van de hals kunnen bepalen waar ze zitten. Maar eigenlijk is het gewoon... Dat overzicht van Joke. Maar eigenlijk is het... weet je, het staat eigenlijk gewoon ook, staat ook hier. In dit overzicht wat ik hier heb, staan ze ook allemaal. Hier staan ze allemaal in. En eigenlijk is het gewoon... Het is een kwestie van erin stampen. Weet je, het is iedere keer hetzelfde rijtje. Ik zal even met de A beginnen, met de A-snaar. Hier zo heb je de A-snaar. En het is iedere keer het rijtje A, A-I's, B, C, C's, D, D's, E, F, V's, G, G's, A. Dat rijtje, als je dat uit je hoofd weet, dan ben je er eigenlijk al. Dan heb je eigenlijk alle tonen al gevonden. Want het is iedere keer dat rijtje wat zich herhaalt, alleen op een andere plek. Bijvoorbeeld de dikste snaar, de zesde snaar, deze. En die begint met het hetzelfde rijtje, alleen het begint op E. E, F, V's, G, G's. Dan heb je weer de A. En dan gaat hij weer verder vanaf de A. A, A's, B, C, C's, D, T's. En stopt hij weer bij E. Die volgorde van noten blijft zich herhalen. En je begint dan gewoon te tellen vanaf de naam van de snaar. Ja, dus de dunste snaar is de E-snaar. Nou, dus in dit overzicht is er helemaal onderin. Zo. Dunste snaar. Zo. Dat is de E-snaar. Ja, en die tel je dan gewoon omhoog. Langs dat lijstje E, F, Vies, G, Gies, A, A's, B enzovoort. Helemaal tot 12. En na 12 begint het rijtje ook weer opnieuw. Nou, en dus de eerste snaar, de dunste snaar is de E-snaar. Dan heb je de B-snaar, de G-snaar, de D-snaar, de A-snaar en de E-snaar weer. Als je dat weet, dan kun je, je hoeft het eigenlijk niet uit je hoofd te leren. Je kunt het iedere keer opnieuw analyseren. Van oké, ik heb een toon, een C heb ik ergens op de A-snaar. Nou, dan pak je dat zo. Je pakt het in je hoofd heb je dan al dat rijtje zitten. Het rijtje is handig om uit je hoofd te weten. Dan zeg je oké, ik heb de A, de A's, de B en de C. Ah, daar is hij, de C. Zo kun je al die tonen vinden op alle snaren die je wil. Dat is duidelijk. Maar hoe oefen je dat? Ja, wat je zou kunnen doen om dat te oefenen is een manier, bijvoorbeeld, om gewoon in je hoofd het te zeggen. Dus je zegt oké, E, F, Vies, G, Gies, A, A-I's, B, als je het in je hoofd zegt. Maar dan ook andersom bijvoorbeeld. Dus dat je bovenin begint. Dat is iets lastiger. Dan moet je echt gaan denken. Dan zeg je van oké, E, Dies, D, Sies, C, B. En zo ga je helemaal terug naar het begin. En dat gewoon blijven herhalen. Op een gegeven moment dan weet je dat. En dan kun je jezelf uitdagen en zeggen, oké, ik begin hier bij het begin van de snaar, maar ik begin nou bijvoorbeeld bij de vijfde positie. Dan ga je vanaf daar verder. G, Gies, G, Gies, A. Zo kun je dat leren.